Welkom bij dit gesprek met de burgemeester. We hebben alle seizoenen wel meegemaakt de afgelopen weken en het is nu begin april, een nieuwe maand. En het is ook tijd uh, om uh, weer in gesprek te gaan met burgemeester Henri Lemfrink van Leiden. Natuurlijk hebben we het over de crisis die zich in Oekraïne afspeelt. Uh, er komen vluchtelingen naar Nederland, waar vangen we die op is de vraag. Uh, en wat kunnen we nog meer doen, ook voor andere vluchtelingen die er in Nederland zijn. We hebben het uh, over Koningsdag, want dat komt eraan. En het stadhuis zou afgelopen vrijdag opgeleverd worden na een grondige verbouwing. Dat is niet gelukt, ook daar hebben we het over. Burgemeester van Demverink, welkom. Dank. Laten we beginnen met de situatie uh, in Leiden, over Oekraïne, laat ik het zo zeggen. Um, er zijn veel Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland gekomen. Hoe gaat de opvang nu in Leiden? Uh, eigenlijk wel goed, uh, moet ik zeggen. De, we hebben twee soorten opvang eigenlijk. Er zijn heel veel. Uh, mensen die uh, Oekraïnse vluchtelingen hebben uitgenodigd om in hun huis te uh, wonen, dat zijn er toch best veel in de uh, stad. Is ook wel hard om te zien dat zoveel mensen een stuk van hun huis beschikbaar stellen. Uh, een deel van de gastgezinnen zijn overigens mensen die zelf uit Oekraïne komen of daar in ieder geval nauwe banden mee hebben. Sommigen die wonen heel erg klein, en dan is het echt uh, kamperen om dit uh, te doen. Die zijn vaak in afwachting van wat betere accommodaties die uh, door de gemeente worden gerealiseerd. Ja. Dus, dus dat is de enige... Ook, groep. De crisisopvang die we ook uh, in Leiden hebben in de 3 oktoberhal, dat is echt van korte duur. Hè? Want u heeft het nu over wat langere opvang natuurlijk bij gastgezinnen. Ja, We hebben uh, eventjes uh, de 3 oktoberhal uh, ingezet. Toen er uh, busladingen in één keer binnenkwamen in Nederland, die moesten snel onder dak uh, geholpen uh, worden. Die mensen kun je natuurlijk niet buiten laten slapen. Er zijn veel uh, vrouwen met kinderen uh, tussen. Dus daar moet je ook echt wel voor, uh, voor zorgen. Maar dat is maar kort uh, geweest. We hebben inmiddels in de regio een regionale permanent beschikbare crisisnoodopvang. Daar zit ook het regionale verdeelpunt. Dus uh, de regio wordt elke dag wel een beetje bijgepraat hoe gaat het met de. Instroom, uh, waar moeten ze dan naartoe? Waar zijn er nog vrije plekken? Die verdeelt dat zo'n beetje en komt daar plotseling een bus aan, dan kan dat in die crisisnoodopvang. Het is een hele keurige, die is nog wel van een iets beter niveau dan wat we hier uh, in de 3 oktoberhal uh, zien. Uh, dus dat is op zich wel, uh, wel fijn dat dat daar mogelijk is. En daarnaast uh, is de gemeente druk bezig om accommodaties te realiseren waar mensen iets langer kunnen, uh, kunnen wonen. Net een pand aan de Schipholweg beschikbaar gesteld. Daar kunnen mensen al wonen. Het is nog niet helemaal klaar. 100 plekken ongeveer, hè? 100, 100 plekken. Toelpand. Ja, 100 plekken ongeveer. Je kunt uh, uh, dat nooit helemaal zeggen, want je gaat uit van een aantal mensen dat op een kamer slaapt. Maar wanneer je uh, een kamer voor drie personen hebt en daar woont dan een moeder met één kind, ja, dan heb je dus één bed onbeslapen. Maar dat is dan maar zo. Dus daar moet je dan maar mee, uh, mee leven. Het is bijna klaar. Op elke verdieping komt nog een gezamenlijke keuken en een douchefaciliteit. Die zijn nog niet helemaal klaar. Dat duurt nog een paar weken. En dan zijn die klaar. Tot die tijd en dat is heel vervelend. Moeten de mensen buiten douchen. Dat is wel een overkapping, maar toch is dat. Echt kamperen. Dat is niet zo fijn. Ja. Het pand zelf is heel prettig met ook een hele verdieping waar kinderen kunnen spelen. En dat, uh, dat ziet er echt uh, heel netjes uit. Ja. Hoe, hoe gaat het verder? Want dit zijn 100 plekken. De verwachting is dat er veel meer plekken nog nodig zullen zijn de komende tijd. Nou, bij het Alrijnen ja. wordt er ook een, een, een leegstaande vleugel opgedeeld. Is er zicht op meer plekken in de regio? Of in Leiden moet ik eerst zeggen. Nou, in Leiden gaan we ervan uit dat we uh, uh, ruim 300 plekken moeten realiseren... als onderdeel van de 2000 die de veiligheidsregio moet, uh, moet halen. Zoals het er nu naar uitziet, haalt die veiligheidsregio die 2000 ook wel. Het zal ergens medio mei zijn dat ze allemaal klaar zijn. Tot die tijd gebruiken we ook wel uh, bijvoorbeeld hotelkamers of anderszins, om de, als er acuut iets nodig is, om uh, die situatie te overbruggen totdat we de uh, plekken helemaal gereed hebben. In Leiden zelf zijn er behalve deze twee nog wat andere. We hebben wat woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Maar waarvan het nog even duurt voordat de sloophamer er echt ingaat. Die stellen wij beschikbaar. En al met al komen wij goed aan de aantallen die wij moeten realiseren. En welke woningen gaat dat? Het gaat om woningen waarvoor een sloopbesluit genomen is, bijvoorbeeld in het Zuidwest. Ja, en die kunnen dan voor langere tijd ook gebruikt worden? Nou ja, langere tijd. ze echt totdat de woningen echt gesloopt worden. Er wonen ook nog mensen in die nog. Een andere woning moeten krijgen. Dus uh, zover is het nog niet. Mm. Dus die zullen toch in ieder geval minstens tot het najaar misschien wel iets langer beschikbaar zijn. En dat is op dit moment heel fijn. Het is niet voor het eerst dat u zoekt naar plekken waar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. In september sprak ik u ook, toen hadden we het over opvanglocaties voor statushouders. Daar wordt ontzettend hard gevraagd door het Centraal, Opvang, het Centraal gaan Opvang Asielzoekers. Die zegt, ja, we hebben gewoon plekken nodig. De, de, de instroom van, van mensen die een status hebben in Nederland is groter. En er moeten locaties voor gezocht worden dan dat er plek is op dit moment. Toen was dat heel lastig, nu ja, u heeft een pand en een schip op weg, uh, bij Alreinen wordt een vleugel ter beschikking gesteld, waar zit dat verschil in? Waarom kan het nu opeens wel? Nou, is misschien wel goed om even een paar dingen uit elkaar te halen. Het, het probleem bij het COA komt inderdaad deels door de verhoogde instroom van uh, asielzoekers. Maar er is nog een tweede reden: dat is dat uh, asielzoekers die inmiddels een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven, die dus een status hebben, uh, moeizaam uitstromen. Uh, dat is te weinig woningen eigenlijk, wil zeggen. Ja, maar dat gekke is dat dat in Zuid-Holland niet zo is. In Zuid-Holland slagen wij erin om onze taakstelling per jaar wel ongeveer in te vullen. Maar in andere provincies blijft dat fors achter. Als al die mensen die daarin zitten, net zoals in Zuid-Holland, uit waren gestroomd... dan was er op dit moment geen tekort geweest bij het koor. Mm. Uh, dat is echt wel uh, gek dat dat zo is. Maar ja. desalniettemin... De collega uit Groningen die heeft officieel gevraagd aan de andere collega in het land wil ons helpen. Uh, want het loopt ons over de schoenen. Dus daar moeten we ook echt mee aan de slag. En in het veiligheidsberaad vorige week is er ook gevraagd: uh, kabinet, wijst u alstublieft gemeentes aan en plekken aan waar uh, opgevangen moet worden. Verplicht gemeentes nou, in het geval van de Oekraïnse vluchtelingen, maar breder om mensen op te vangen. Want zelf lukt het niet. En daarvan zei de minister: nou, liever niet. Terwijl de burgemeester zeiden, ja, wijst u ons alstublieft aan. Maar het heeft vooral ook te maken met dat dat zien we eigenlijk bij de Oekraïnse vluchtelingen niet, want die zijn vrijwel overal welkom. Maar er zijn gemeenten waar de politieke situatie zodanig is dat men dit eigenlijk niet wil uh, in de gemeenteraad. Staat u achter die oproep om gemeentes te verplichten vanuit Den Haag om asielzoekers op te vangen? Nou, het is in ieder geval uh, goed omdat je op die manier een betere spreiding over het land krijgt. En dat is uh, sowieso uh, goed en verstandig. Hier in Leiden is altijd bereidheid geweest om, uh, om wat te doen. Het grote verschil met de Oekraïners en uh, COA, uh, de COA-problematiek is ook wel een beetje uh, enerzijds dat de activiteit nu gespreid wordt over alle veiligheidsregio's. Dus alle gemeenten doen heel erg hun best om dat uh, te doen. Terwijl uh, de stroom via het COA, daar moet het COA bijna alle werkzaamheden verrichten. Dat is één. Dus een groot verschil. Het tweede zit hem wel een beetje in de financiering. Um, uh, de verbouw van een pand aan Schipholweg is best duur, mm -hmm. um, terwijl wij... daar geld voor vanuit de, de Rijksoverheid? Maar uh, het COA was nooit zo geïnteresseerd in een oplossing voor een paar maanden tot een jaar. Die wilde altijd wel iets voor vijf jaar of langer. En ja, die locaties hebben wij eigenlijk nauwelijks. Ja. Hoewel wij nu wel uh, het COA ook uh, hebben aangeboden te helpen. Dus wij hebben met COA een, een pand, een locatie aangeboden. dat ze wat langer kunnen gebruiken. Maar daar moet nog eerst van alles bekeken worden. En wanneer ze dat pand dan in gebruik kunnen nemen, dat weten we op dit moment nog niet. En dat zou voor statushouders zijn of asielzoekers? Dus de mensen die al in Nederland sowieso mogen <kijt> blijven. of mensen die in afwachting zijn van een status? Op dit moment zitten in de asielzoekerscentra zowel asielzoekers als mensen die status hebben omdat die niet voldoende uit kunnen stromen naar de woningen. En welke hier precies komen, dat weet ik niet precies. En welke locatie heeft u op het oog? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat komt, daar wordt later over gecommuniceerd. Omdat er nog allerlei afspraken is gemaakt moeten worden. En zolang die niet gemaakt worden, kan ik daar ook nog geen mededeling over. Doen. Er speelt natuurlijk veel meer dan de opvang van, van vluchtelingen. Uh, het gaat ook over de vraag hoe afhankelijk zijn we bijvoorbeeld van Russisch gas. Er kwam landelijk een oproep, ze uh, roept de verwarming terug. Gaat de gemeente Leiden dat ook doen in al haar panden? Nou, dat zullen we morgen ook zeker wel even bespreken. Uh, ik heb in ieder geval thuis de, uh, um, de verwarming een stukje lager uh, gezet. 19 graden gaat prima, merk ik. Ja, extra trui aan. Uh, is, wat zit er in de weg om dat in Leiden bijvoorbeeld, om in, dat in alle panden te doen? Of zou je niet gewoon moeten zeggen, wij gaan dat doen? Ja, ik denk dat uh, de positieve attitude er zeker is. Maar ik ga er niet alleen over, dus we moeten het even met de mensen die daar ook een stem in hebben bespreken. Ja. Um, u zei zich ook toen de oorlog <tossimus> in Oekraïne begon, uh, wij bereiden ons voor op een uh, wat bredere ontwrichting van de samenleving ook. Mogelijk sociaal, maatschappelijk, maar ook van desinformatie. U had het over ja, een tekort aan fossiele brandstoffen mogelijk. Waar staat u op dit moment? Waar bereidt u zich op voor voor de komende... Zeg, half jaar wat er in Nederland zou kunnen gebeuren? In, in uw veiligheidsregio, dan onze veiligheidsregio? Ja, dat zijn dit soort thema's eigenlijk die nog steeds heel erg actueel zijn. Je ziet bij fossiele brandstoffen nu al dat het uh, echt effect gaat uh, krijgen. Uh, we willen eigenlijk zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van Rusland. Want eigenlijk is het wel een beetje raar. We hebben ruzie met Rusland, maar we verkopen vervolgens ook nog Russisch gas. En dat voelt een beetje vreemd, uh, omdat we met dat kopen natuurlijk ook hun oorlogsinspanningen mede financieren. En daar willen we eigenlijk vanaf, maar we kunnen dat niet zo. En dat vraagt dus uh, nadenken over hoe kunnen we die afhankelijkheid snel uh, verminderen. Maar betekent dat het ook ten koste bijvoorbeeld van hè, ons leefgenot, om het maar even zo te noemen, hier dus echt uh, autos, autoloze zondagen bijvoorbeeld? Nou, verwacht ik niet op zeer korte termijn. Dat olie ook weer niet de grootste uh, mm -hmm. uh, maar ik afhankelijkheid is. In, in die orde van, van maatregelen. Nee, je kunt wel uh, denken dat als het. Uh, uh, Plotseling nodig is dat we met veel minder gas uh, toe moeten. Ik denk overigens ook dat dit een impuls gaat geven aan um, uh, de uh, beleidslijnen die we sowieso hebben om veel zuiniger met energie om te uh, gaan en over te schakelen op andere vormen van energie. Nou, dat zijn vaak uh, 10, 15 jaar of 20 jaar, wordt er over gesproken, tot 2050. Exact. Dit gaat natuurlijk over het komende half jaar. Weet ik, maar ja. ik denk dat het wel een enorme impuls gaat geven. Ja. Dat mensen toch. Uh, beslissingen die ze eigenlijk voorlopig nog niet willen nemen, in één keer toch naar voren schuiven. Dus ik denk dat het gewoon ons helpt. Dus dat is ook wel weer de positieve kant van elk nadeel heeft zo'n voordeel en dat zie je hier ook weer. Zeker. De Veiligheidsregio tot slot dan heeft een veel belangrijkere rol gekregen en dat was in de coronacrisis al. Toen heb ik u vaak gesproken als voorzitter van die Veiligheidsregio. Ook nu. Spreekt u in het Veiligheidsberaad met 25 burgemeesters. Daar komen oekazen uh, uh, uit, daar komen uh, vragen richting het kabinet. Is die Veiligheidsregio nu echt een nieuwe bestuurslaag? Hoe uh, kan ik dat zo zien? Nou, het is een belangrijke organisatie die uh, eigenlijk al ruim tien jaar bestaat. Uh, die zich altijd voorbereid heeft op grotere crisis. Maar zolang die er niet zijn, dan uh, blijft zo'n organisatie natuurlijk vooral bezig met... Het zich voorbereiden, nadenken over, et cetera. Maar nu hebben we twee keer achter elkaar best wel een grote crisis uh, te managen. Ja, en dan worden ze ingezet, vind ik eigenlijk zelf niet zo vreemd. En ze kunnen het ook goed. Ja. Dus dat blijkt al wel, dat waar uh, het COA er niet in slaagde om dat vraagstuk van die vluchtelingen uh, op te lossen, komt die vraag ook bij de veiligheidsregio's uh, terecht. Ja, en die slagen er toch wel in om op korte termijn, zelfs naast de, uh, het regelen van opvang voor de asielzoekers, uit, uh, of uh, vluchtelingen uit, uh, uit uh, Oekraïne. Het zijn geen asielzoekers, nee. mogen hier zijn. Ja, um, welkom, ja. Dus dat, uh, dat het verschil uh, zit hem daar uh, toch wel in. Dat ze daarin slagen om naast die grote klus dit ook nog in belangrijke mate vorm te geven. Dus ja, het zijn wel mensen die de handen uit de mouwen steken en het regelen. Een ja, de... crisisorganisatie, hè? mensen die <coughs> snel weten te handelen vaak. Exact. Uh, daarbij over... ook wel kritiek komt op. Uh, dat het uh, soms lastig is. Uh, de gemeenteraad controleert dat eigenlijk. Maar dat is ook best lastig met, uh, in onze regio tientallen gemeentes die ja, eigenlijk u moeten controleren. Ja, dat, dat is ook lastiger voor gemeentes. Nou, aan de andere kant valt het wel mee. Want uh, afgelopen uh, week is op basis van een hele oude wet, de wet verplaatsing uit 1952... Een regeling van kracht uh, geworden, die de opdracht niet aan de veiligheidsregio's, maar aan de burgemeesters geeft. Dus dat betekent dat de burgemeesters individueel uh, door hun gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Dus dat werkt wel. Veiligheidsregio wel een coördinerende taak. Dus wij zitten elke week als burgemeesters bij elkaar. En dan uh, proeven we elkaar ook wel een beetje de nieren. Hoe gaat het nou met jouw aanpak? lukt dat nou een beetje haal je de aantallen die je zou moeten halen en binnen welke termijn duurt het niet te lang ja. dus die daar praat je steeds met elkaar en dat helpt wel want niemand vindt het leuk om achteraan in het lijstje te staan dus dat ja. helpt om uh, de sociale op te druk ja. ja afgelopen vrijdag we gaan naar iets anders zou het stadhuis uh, naar een uh, grondige renovatie worden opgeleverd door de aannemer uh, de buitenkant is aangepakt de binnenkant is grondig aangepakt dat is niet gelukt. U schreef er ook in een brief over dat het nog niet gelukt is om alles af te ronden, onder andere door corona. Wanneer kunnen we nou die oplevering verwachten? Nou, we kunnen ervan uitgaan dat wij er in ieder geval na de vakantie zeker in zitten. De zomervakantie? Na de zomervakantie ja. zitten we er zeker in. Dus wat we nu uh, zien is dat, ja, dat vinden wij ook buitengewoon uh, spijtig dat het aannemer niet lukt om het helemaal op tijd af te uh, ronden. Maar uh, ja, ik ga ervan uit dat uh, wij nog wel voor de zomervakantie in kunnen huizen. Ja. Het kost ook weer 200.000 euro duurder. Uh, we hebben daar eerder over geschreven. Uh, elke keer moest er geld bij. Kunt u zich voorstellen dat dit tot uh, een gelaten reactie leidt bij mensen in de stad die zeggen: ja, ik had het niet anders verwacht? Nee, kijk, je moet je realiseren, de gemeente heeft elk jaar geld op zijn begroting staan voor huisvestingslasten. En toen we hier aan begonnen, zeiden we: we willen uiteindelijk, als alles klaar is, niet meer geld uitgeven dan wat we altijd doden, ja. uh, deden. Daar zitten we nog ruim onder, moet ik eerlijk zeggen. En uh, we zitten nog steeds binnen uh, de kredieten die laatstelijk zijn aangepast. Dus dat is... had, we zijn begonnen als stad aan dit project met het idee, ja, het kan voor een bepaald bedrag, uh, dat is nu duurder geworden en dat, daar hebben we het eerder ook over gehad, u, uw voorgang, u heeft het overgenomen van de wethouder Marleen Dame die eerder is vertrokken uit de stad, die heeft dat ook al ja. uitgelegd, uh, dat snap ik wel, uh, er is vertraging, er is geld en men zegt, ja, dat gebeurt elke keer, Hoe, wat zegt u tegen die mensen? Ja, het is niet waar. Uh, het is niet zo dat het uh, overal uh, gebeurt. De meeste projecten die, uh, zijn keurig binnen uh, tijd en budget. Uh, hier zitten een paar extra ingewikkelde dingen in. Ten eerste, uh, het is een rijksmonument. En alles wat je openbreekt, daar kom je in één keer dingen tegen. Dat je zegt, hé, hey, dat moesten we eigenlijk ook doen. Hadden wij eigenlijk niet gedacht. Doen we dat nou wel? Doen we dat nou niet? En daar moet je steeds weer nieuwe beslissingen over nemen. Er is in het verleden wel eens discussie geweest had. Was die post onvoorzien niet te krap uh, begroot. Dat speelt zeker uh, mee in dit, uh, in, in dit geheel. Maar we moeten ons wel realiseren dat uh, we als gemeente voor een deel in de openbaarheid onderhandelen met iemand anders. Doordat wij de gemeenteraad een krediet beschikbaar laten stellen. Als wij dat krediet heel ruim nemen, dan weten ja, de dat ook. Ja. Dus wij uh, kiezen dat krediet eerder een beetje krap. Maar als je dat krap hebt, dan weet je ook dat je na die tijd soms nog wel eens een beetje bij moet plussen door de praktijk. En dat is datgene wat er eigenlijk steeds gebeurt. Maar de hoofdafspraak was, blijf binnen het jaarbudget wat er altijd was. En daar blijven we echt ja. nog steeds ruim binnen. Het leidt in ieder geval niet tot veel gezelligheid tussen de gemeente en de aannemer, Dupri. Uh, de, is een, de gemeente heeft een extra of een tweede advocatenkantoor alvast ingeschakeld om te zeggen ja, wie gaat er nou betalen voor de meerkosten. En ook ja, heeft de aannemer het recht om, zolang er geen facturen betaald zijn, uh, om het nog niet op te leveren. W hoe zit u met Dupri aan tafel op dit moment als gemeente? lijkt me niet heel gezellig. Nou, op zich is de, is de relatie met de leiding van Duprie prima. Maar degene die wel eens een grotere verbouwing heeft gedaan, weet dat dit altijd eraan komt. Er zijn discussies over meer en minder werk. Was dat meer werk of was dat onderdeel van het, van het totale bestek? Is dat meer werk op de juiste manier aangegeven of is het gewoon uitgevoerd terwijl de opdrachtgever daar helemaal geen akkoord op heeft gegeven? Dit soort discussies heb je altijd. Ja. En daarnaast bij de vertraging heb je ook een discussie. Ligt dat voor een stukje ook aan de gemeente? Of is het volledig te, te wijten aan de, uh, aan de aannemer? Omdat hij het verkeerd heeft ingepland, bijvoorbeeld. Exact, dat ja. kan van alles uh, zijn. Dus die discussies heb je altijd. Ja. Uh, en uh, wat ik belangrijk vond, is dat onze advocaat, die heeft daar uh, zeg, aan ons een inschatting gegeven hoe wij daar juridisch in zitten. Ik heb uh, gevraagd om daar nog een second opinion op te geven. En dat sterkte ons in de gesprekken die we natuurlijk uh, uh, hebben met de aannemer. Die uh, zullen wij de komende weken ook uh, uh, vervolgen om te kijken of wij hier uit kunnen komen. Want niemand heeft zin aan juridische procedure na afloop of aan arbitrage. Dat uh, mm. kan, want het contract geeft aan. Het is best mogelijk dat je er niet uitkomt. Gebeurt veel vaker overigens. Mm -hmm. En dat je dan uh, arbitrage laat plaatsvinden. Maar dat duurt een tijd voordat je eruit uh, bent. En dat wil je liever niet. Dus we willen er liever onderling uh, uitkomen. Daar staan nog een heleboel gesprekjes voor gepland. Wat is uw inzet? Dat is dat het voorkomen van een juridische procedure of uh, zo weinig mogelijk betalen? Nou, allebei natuurlijk. Uh, we betalen niet meer dan uh, wij redelijk vinden. En dat is de inzet uh, zoals wij. Ook als uh, dat, dat tot wezen. een juridische procedure komt. Ja, dat, dat hoort erbij en je moet dat eh, als totaal afwegen. Eh, in de wetenschap ook, dat het eh, politiek ook best wel een dingetje is. Dus eh, daar wil ik ook geen grotere risico's in lopen dan nee. nodig zijn natuurlijk. U moet het uiteindelijk uitleggen aan de nieuwe gemeenteraad. Zo is het. Ja. Ja. We sluiten af met een beetje feest, want dat mag ook wel na twee jaar corona of ruim twee jaar corona. We gaan Koningsdag vieren eind van deze maand. Um, wordt het weer als van oud, om het even zo te zeggen? U door de stad met de oranje sjaal en is, gaat alles weer door? Uh, ik denk dat er veel weer doorgaat. Dus ik denk dat dat mooi is, dat dat uh, allemaal kan gebeuren. Uh, waar we eventjes mee stoppen, dat zijn die uh, pontons uh, in de Rijn. Uh, dat hebben we ook bij 3 oktober eigenlijk wel geconstateerd. Dat, uh, dat, dat we dat maar niet meer moesten doen. Um, het ging eigenlijk heel goed met 3 oktober. Dus we proberen in de stad wel allerlei gezelligheid uh, te laten ontstaan. Met muziek uh, overal. Dat mag wel iets meer dan bij de laatste 3 Plukjes oktober. Ja, en dat is uh, Ja, Maar het moet ook weer niet te druk worden op uh, verschillende plekken. Er komt een wat groter feest bij de uh, Lammermarkt. En ik denk dat we het zo heel gezellig hebben met elkaar. En ik hoop dat uh, dat, dat een voorbeeld kan zijn ook voor de komende jaren. Ja, want laten we eventjes naar, dat, naar die pontons gaan. U noemde ze al. Uh, in 2017, 2018, toen was het al het groot feest. Daar s'nachts, vooral op Koningsnacht... was dat natuurlijk het feesterrein waar mensen zich naartoe uh, spoelen. Um, er is voor dit jaar ook een evenementenvergunning aangevraagd voor dat gebied. Maar u zegt geen pontons. Wat heeft dat met die overlast te maken? Of de druk eigenlijk dat er te veel mensen bij elkaar komen in een te klein gebied? Ja, dat is eigenlijk de achtergrond geweest ook bij 3 oktober. We hebben daar een flink aantal jaren een heel groot feest gehad. Het werd gewoon te druk... Je moest dat afschermen met hekken. Dat vinden we sowieso al niet fijn bij dit soort feesten in de stad. Dat is eigenlijk al heel ongemakkelijk. Maar wanneer het te druk werd, kwam er ook nog druk van buiten om binnen die hekken te komen. Wat eigenlijk niet meer verantwoord was. Dus qua veiligheid was het niet goed meer te organiseren. Uh, door corona, noodgedwongen ook, hebben we afgelopen uh, jaar er ook voor gekozen om het kleinschaliger te houden. Is en, eigenlijk iedereen... de stad? en een groot feest buiten de stad voor een deel van de doelgroep. En eigenlijk is dat iedereen wel goed bevallen. En uh, is ook wel een beetje een model dat we denken, daar zouden we mee voort moeten gaan. Het levert voor de horeca minder investeringen op. Dus dat betekent dat je er ook makkelijker weer uit de kosten kunt uh, komen. En op heel veel plekken was het heel gezellig. Het mag wel iets meer muziek, dat hebben we ook wel geconstateerd. Het was wel heel stilletjes op sommige uh, plekken, dat kan wel. Maar tegelijkertijd zegt u ook, we mogen niet tegen elkaar op gaan bieden. Nee, je moet als je de bandjes tegen elkaar zet, dat, dat kennen we nog van voor 2011. Ja, dan worden die geluidsknoppen steeds harder uh, gezet en dan is het niet meer uh, vol te houden. Maar is dat niet moet... eigenlijk waar u naartoe gaat nu? U zegt ja, we beginnen weer klein met kleine bandjes. Ja, tot niet te de... dicht bij elkaar. Dus dat nee. soort uh, dingen proberen we te regelen en een beetje afstemmen met elkaar. Uh, dat zou mooi zijn uh, dat je ook qua programmering het zodanig doet dat er voor iedereen overal wat wils is. Dus dat, dat je dat makkelijk uh, met elkaar kunt, uh, kunt regelen. Ik hoop dat we die kant op gaan en dat we... Uh, ...daardoor een heel mooi uh, uh, Koningsdagfeest Koningsdag, uh, uh, te hebben, zowel de voor- als ernaar. Er is overigens nog wel een feestterrein bij de Lammermarkt. Ja, want dat, dat volgens mij is het feestterrein bij de Lammermarkt dan, waar, waar de DJ's en zo komen. Is dat een beetje de vervanger voor wat er uh, uh, bij, bij, met, uh, met 3 oktober buiten de stad was? Ja, je, je zou kunnen zeggen dat het was afgelopen jaar er ook al Of de afgelopen jaren dat het kon, was het er ook al. Maar ik denk dat hij nu wel een iets belangrijke rol gaat uh, vervullen. Een beetje het, jeugd, uh, het jeugdterrein ja, waar, waar gedanst ja. kan worden. Exact, ja. Ja. Dan wens ik u alvast, het duurt nog even, maar een, een goede Koningsdag toe. Uh, ik heb er zin in. Ja, ik spreek u volgende maand uh, na dat we ook Bevrijdingsdag hebben gevierd. Nadat ook de dodendenking uh, weer is geweest. Uh, voor een nieuwe maand. Uh, dank u wel voor dit gesprek. Dankjewel. En uh, dit gesprek dat wordt deze hele week nog herhaald op Sleutelstad TV. Is ook natuurlijk terug te kijken op sleutelstad.nl. En dan ben ik er volgende maand weer. Goeiedag.